Ook bij de finale van ABO Next Top Student. Vanavond zal de beslissing vallen. Jullie hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Goed, vooruitgang geboekt. Shanky is helaas afgevallen omdat hij toch te veel in de koelkast zat. Natuurlijk zelf vandaag gaan vanavond dus gewoon de beslissing nemen. En we willen graag beginnen bij Rob. Ja, toen ik naar voren werd geroepen, werd ik toch wel een beetje zenuwachtig. Je leeft er gewoon een jaar naartoe. En ik wist dat ik het niet moest hebben van mijn bieringcapaciteiten. Maar ik hakte vooral op het telefoonincident. Rob. Ja. Check deze. Geil. Nee. Sowieso. Okay. Yes, sowieso. Sowieso yes. Oh, en deze is ook zo chill. Ja, yes. Ik ben even met kans. Nee, yes, kijk maar even. Opzij yes. Ben je wijf. Of zal ik je eens een sms laten lezen? Nee. Hier, check wat ze stuurt. Nee, zei ik toch. Gast. Kijk gast, nou. Ik zei toch nee. Gast, dan lekker ongeïnteresseerd ben jij. Ontzettende haashaar. Oh, deze foto. Gast, even yes. Opzouten. Yes. Ja. Dat is zo geil. Zo geil. Oh, yeah. Is geil is. Yeah. Je moeder is moeder. Yes. Mijn moeder is er niks bij, hoor. Oh, ik heb nog één. Ja. Oh. Yes. En dan yes. Ik fucking yes. Oh, motherfucker. Ja, met die telefoon ging gewoon echt te ver. En er werden een paar mijn grenzen overschreden, waardoor echt al mijn grenzen vervielen. Dus ja, ik dacht wraak. Zo zit ik gewoon in elkaar. Jeroen, stap maar naar voren. Jeroen, je weet dat het hier om draait om het zijn van een topstudent. Dat jij daar bij een vriendin hangt, moet je zelf weten, maar je maakt jezelf wel erg lastig mee. De mooie kant ervan is dat je je huisgenoten ermee irriteert, wat de jury dan wel weer waardeert. En je weet dat een corporale mat zeker op zijn plaats is, maar het smerige Marokkanenmatje van jou, dat kan echt totaal niet. En de wraakactie bij Rob, kijk, dat hij je pakte is prima, dat je dan een wraakactie onderneemt is ook goed. Maar denk je niet dat je iets te ver gegaan bent? Gast, totaal niet. Nou, kijk, ik wil een goede wraakactie. Eentje die Rob echt nooit zou vergeten. En laat ik nou net een filmpje gezien hebben waarbij iemand van een Pringlebus een bom maakt. Ik zal hem leren die Rob. Een spuugzat die zijn. Mooi. Max, stap maar naar voren. Max, je zuipt te veel. Yes, wat ben jij nou aan het doen? Cyber. Gast, het is 10 uur 's ochtends. Ik is totaal niet gewoon normaal. Je kamer is een puinhoop. En je had nauwelijks studiepunten. Kortom, je bent een topstudent. Ja, dat klopt denk ik wel. Maar na deze toch wel mooie woorden, heb ik toch wel een heel grote kanttekening bij jou. Je bent namelijk een enorme limbo. En dat je de hele dag flyer loopt te eten en zo, daar hebben we echt helemaal niets mee van doen, we daar niets mee te maken hebben. En dat doe je maar lekker over die grens van die kutte provincie of in dat andere land. We willen jou wel de mogelijkheid bieden, omdat je wel toch wel de meeste factoren voldoet. We willen jou de kans bieden om ABO Next Top Student te worden. Oh, eens.
Hetgeen wat wij willen voorstellen is dat jij alle banden met thuis verbreekt. En dat jij nooit meer over die grens van die kutprovincie komt. Wat weet je ervan? Lul. Ja, zeker, dat beloof ik. Hoe lekker had ik toen mijn vingers gekruist. Eigenlijk regelen we alles met onze laptop. We bekijken onze studieresultaten. We onderhouden ons netwerk. We bewaren onze foto's. Kijk, dat is een belustrum. Kom. We bestellen zelfs ons drinken. Geen zin als natuurlijk. Nee, geef ons maar Heineken. Dat ziet er beter uit. En als het op is, ga ik er altijd wel een maken. Wie we zijn? AWO Genesis natuurlijk. Vanavond in CSI leidt jaloezie tot de dood van Rutmer. Looks like sexual assault. I need to see his testicles.